We kijken naar de communicatie tussen de mobiele applicatie en het systeem, zeg maar. Om te kijken waar de sleutels voor de kamers vandaan komen. En of we mogelijkerwijs het systeem kunnen overtuigen om ons sleutels te geven voor kamers die dan wel niet van ons zijn. Of nieuwe sleutels uit te laten geven. Een bijzondere klus voor de hackers. Hun opdracht vandaag: probeer het nieuwe sleutelsysteem van Hotel van der Valk te kraken. En ik probeer zeg maar te zorgen dat de unit die hierin zit, die dat slot aanstuurt, om daar een stroompje heen te krijgen door manipulatie. Welke twee draadjes zou je aan elkaar moeten verbinden om dat stuurstroompje te genereren? De hackers werden uitgenodigd door het hotel zelf. Nou kijk, heel vaak bij beveiliging gooien mensen alle deuren op slot en zijn bang dat iets naar buiten komt. En wat je hier nu ziet gebeuren is dat het juist anders gaat. We gooien de luiken open, we gaan op zoek naar de fouten en hopen die dus ook te kunnen verbeteren. Dus we hopen juist om zoveel mogelijk fouten te vinden, waardoor je dus veiliger wordt. Maar met deze actie haalt de hotelketen de inbrekers natuurlijk wel in huis. Ja, dat vond ik in het begin inderdaad ook erg spannend, dat je iemand vrijwillig de deuren openzet naar je bedrijf natuurlijk. Maar ik denk dat het uiteindelijk ten goede zou komen van de gast. Dus de gast die dan uiteindelijk veilig slaapt, omdat we alles eraan doen, zodat die de deur veilig op slot zit. Voor de hackers is het natuurlijk wel hopen dat er iets gevonden wordt. Ja, dat is de absolute kers op de taart. Als iemand ergens op een manier kan binnenkomen, zodat je gewoon iets hebt om te verbeteren. En het is natuurlijk helemaal niet leuk als je een dag lang bezig bent. En je moet vaststellen dat we de perfecte oplossing hebben, want die bestaat gewoon niet. Je vindt altijd wel iets. En zo was het, want er werden aandachtspunten gevonden. Maar om daar nou wakker van te gaan liggen... Nee, is geen reden tot zorg. Dat is wel een reden dat er wat moet worden verbeterd. En dat gaan we dus dan ook absoluut bij de bedrijven neerleggen waar dat thuis hoort. Maar ik slaap hier vannacht, dus ik slaap gewoon lekker.